Helemaal welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik een productje testen dat ik eerder al getest heb, namelijk het Kruidvat Instant Effect Eye Serum. Dat is een van mijn meest bekeken video's en ik dacht dat het wel interessant was om enkele jaren later het nog eens een test te geven. Ik was toen super positief over het serum, maar het was eigenlijk een productje voor een oudere leeftijdscategorie. Ik denk dat ik toen 21 à 22 was en eigenlijk is het product voor de leeftijdscategorie vanaf 25 jaar. En aangezien ik nu 26, bijna 27 ben, leek het mij wel interessant om het opnieuw te testen. Ik kom net uit de douche, ik heb heel mijn skincare routine gedaan en ik ga het testen. Het is eigenlijk een product om je wallen in 2 minuten weg te krijgen. Het is een soort van ampoule dat je onder je ogen aanbrengt. En ik had jaren later, nu ik in de leeftijdscategorie zit, nog eens een kans wagen. Ik had het teruggezien op het Kruidvat evenement en ik herinnerde mij van, oh, ik heb daar ooit eens een video over gemaakt, maar wat het was of wat dan ook. Ik had er eigenlijk totaal geen idee meer van. Dus ik heb zo deze ochtend de video teruggekeken en ik dacht, wauw, ik was toen daar zo jong. Ik weet ook nog zo de omstandigheden van de video, maar niet meer hoe dat ik dat toen had aangepakt of zo. Maar ik weet dat ik toen echt super moe was. Het was denk ik echt heel laat in de avond en ik dacht, ik moet 3 video's per week uploaden en ik heb nog een video nodig. Dus ik dacht, en ik had dat productje liggen, ik dacht, ik ga dat snel filmen. Het eye serum van Kruidvat zit in zo'n klein ampoule. En ik ga dat dus aanbrengen. Je hebt eigenlijk maar een klein beetje nodig. Eigenlijk een beetje zoals een gewone oogcrème. Maar ik weet dat het dan echt zo precies zo, ja, je huid helemaal strak trekt. Dat je geen fijne lijntjes en zo meer ziet. En dat het eigenlijk een beetje, ja, voelt als botox. Dus ik heb een klein beetje product op mijn vingers gedaan. Zo. En dan gaan we het nu aanbrengen. En ik kijk even in het schermpje boven mijn camera. Zo. Kijken. Ja, ik voel al dat dat gebied hier veel strakker is. En dan ga ik zo biedt mijn make-up aanbrengen. Ik zit hier aan mijn make-up hoekje en een van de dingen die ik heb gemerkt nu ik ouder word is dat het gebied rond mijn ogen, dat ik daar niet meer alles kan smeren qua make-up. Ik had bijvoorbeeld jarenlang mijn favoriete concealer van NARS. Maar die kan ik nu niet meer onder mijn ogen gaan gebruiken, omdat dat echt, ja, dat ziet er gewoon niet uit. Het trekt allemaal in die lijntjes. Ik vind hem wel nog steeds top, dus ik gebruik hem voor hier aan mijn neus en voor, ja, zo wat de rode plek op mijn kin. Maar onder de ogen heb ik nu meer een lichtere concealer nodig. En daarvoor gebruik ik de Malwills Light Reflector Concealer. Ik werk ook voor een merk en je kan de substantie of de structuur een beetje gebruiken. Vergelijken met de Yves Saint Laurent Touche Éclat, maar dan de goedkopere versie. Ik kan deze ook shoppen op mijn webshop, Roosvleurig. En ik gebruik de kleur 1. Dat heeft zo een roze ondertoon. Er is ook nog een ander kleurtje, die is iets donker en geler van ondertoon. Maar waarom ik die dus fijn vind, en dat heb ik dus echt de afgelopen maanden pas ontdekt. Sinds dat ik bij Malwills dus werk, heb ik deze ontdekt en ben ik daar echt super fan van. Daar zitten zo wat licht reflecterende deeltjes in en daardoor gaan die fijne lijntjes en zo niet meer opvallen. En het is een heel lichte textuur, ik kan er heel makkelijk mee werken. En aangezien ik ouder begin te worden, is dat wat ik nodig heb. Dus ik ga nu snel mijn make-up doen. En dan ga ik vertrekken naar de winkel. Ik ben al een beetje aan de late kant, maar ja, ik wou deze video echt wel absoluut filmen. En uploaden, want ik had er gewoon veel zin in om die te maken. Eigenlijk wel zotte, dat ik al zo jaren op YouTube zit. En dat ik me soms echt zelf niet eens meer herinner wat ik in die video gezegd heb of wat ik juist doe. Ik heb echt zo die video deze ochtend bekeken en ik dacht wel, eigenlijk vond ik hem echt heel leuk gedaan. Jammer wel van de belichting. Dat ga ik waarschijnlijk van deze video ook weer denken. Maar that's life. Je kunt niet alles in perfecte belichting of licht doen. Of ja, ik zou dat kunnen, maar dan ben ik daar zoveel tijd mee kwijt en dan, ja, dat heb ik dus niet. Dus wat ik ga doen met deze concealer, ik ga hier zo, dat zo aanbrengen en ik ga dat hier aanbrengen, zo. Dan ga ik hier hetzelfde doen.
En wat ik dan ga doen is mijn concealerpenseeltje. En dat ga ik uitblenden. En dan ga ik eigenlijk uitblenden in zo de driehoek onder mijn oog. En dat camoufleert wel de wallen, maar dat geeft niet, het heeft niet zo'n dikke textuur als de Nash concealer. Waardoor dat het natuurlijker lijkt. En dat ik er toch wakker uitzie. Maar dat het niet in de lijntjes gaat trekken. En de Nars concealer gebruik ik gewoon op de plekjes waar ik het zo een klein beetje extra nodig heb. Zoals hier aan de neus. En ik zet jullie even hier omdat dat voor mij iets makkelijker is. Dan hier al mijn make-up ligt. En het is echt een mega snelle look, want anders ga ik nog te laat aankomen in de winkel. Oepsie. En dat is niet de bedoeling uiteraard. En dan heb ik een beetje het foundation wat ik vergeten. Altijd een nekje. Hup, hup, hup. Dan neem ik een eyeshadow pen in de kleur 25 van Maro Wills. Ook te koop op de webshop. En daarmee ga ik zo dat hier. En daarmee ga ik zo een puntje hier in mijn binnenste ooghoek. Dat zo wat accentueren. Love it. Zo, check. Dat is ook weer gedaan. Neem ik mijn wenkbrauwgelke van Essence. Of is het Catrice dat ik heb? Het is Catrice. Gewoon heel snel die wenkbrauwen even doorkammen. Mijn wenkbrauwen die zijn vrij vol. Dus moet er niet veel aan gebeuren. Ik zie wel dat ik een haartje heb. Wel even uittrekken. Op mijn lippen ga ik de nummer 02 aanbrengen van Mano Wil. Dat is zo een matte lipstick die super lang blijft zitten. En dan een zacht roze kleurtje. Ik zal straks mijn look wel even tonen in 30 licht. En als laatste breng ik mascara aan, ook van Mano Wills, Diva Eyes Mascara. Dat is natuurlijk het voordeel van het werken voor een make-up bedrijf. Ik heb zo toegang tot keihard productjes. Ik vind het wel leuk om te testen. En dan af en toe neem ik dan iets mee, koop ik iets. Ik vind mascara echt zo'n groot effect hebben. Zie dit ook en dit ook. Zo heb ik klaargemaakt. Dit is de uiteindelijke look. Super makkelijk, easy. En nu vertrek ik naar de winkel. Ik merk wel dat mijn ogen zo altijd een mooi. Precies is dat ik zo terug 5 jaar jonger ben. En dat het allemaal wat strakker zit. Ideaal. Ik ben in de winkel. En nu zie je denk ik de make-up een klein beetje beter. En het houdt ook heel mooi. Of de concealer komt mooier uit dan normaal vind ik. Dan met de gewone oogcrème. Ik vind het echt een mooi effect. En ik ben hier nu de bestellingen aan het inpakken. Dit is er verkocht. Een trui en een mascara. En dan is ook deze cardigan. Denk ik een van de laatste stuks. Die verkocht is met van die schattige strikjes. Mega cute. Mascara ga ik in bubbelplastic verpakken. Zodat het doosje hopelijk heel toekomt. De winkel is ondertussen gesloten. En mijn mama heeft mijn kastje van IKEA van op mijn kamer gebracht naar de winkel. En dat gaan we nu vullen met jeansbroeken. Zodat het eigenlijk een jeansbroekenkastje wordt. En dan hiernaast is dan de pullenkast. En de pulletjes zijn ondertussen ook al serieus geminderd. Dus dit zijn de enige kleurtjes die op dit moment nog beschikbaar zijn. De broeken zijn aangevuld. We gaan er een tasje op plaatsen. Zo. Zo dat dan naar etalage gericht is. Het is vandaag dinsdag en vrijdag. We zijn aan het shoppen in Euralil in Lille. Een uurtje rijden van bij ons. We gaan hier een paar winkeltjes doen en de stad een beetje verkennen. En ik neem jullie mee vandaag. We hebben mijn vriendje kwijt in de Lego winkel. Het is er echt heel druk. We zijn nu buiten het shoppingcenter en we gaan naar het centrum van Lille zelf. Dus we hebben een beetje geshopt in Euralil. We hebben eigenlijk niet echt iets gekocht, we hebben gewoon een beetje gekeken. En nu gaan we naar het centrum van
Rijssel. Zo ongeveer een kwartier, 20 minuten wandelen van het shoppingcenter. We hebben een kleine snack gehaald. En boxen bij een Maxen. Ik heb gewoon zo een Maxi chicken nuggets om te delen. Dit is van mij. We hebben nog een sausje. Ze hebben hier Big Mac saus. En dan heeft hij nog een McChicken. Smakelijk is de Big Mac saus. Dan ga ik eens proeven met een kipnuggets. Hier zijn we op de grote markt. Het is altijd een heel mooie omgeving, vind ik zelf. En we gaan een terrasje zoeken om iets te gaan drinken. Een gigantische Pepsi.